Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vandaag te maken met de storing die boven de Waddeneilanden ligt. Daar regent het al vanochtend en dan blijft het een groot deel van de dag regenen. In de rest van het land is het vanochtend nog grotendeels droog, met wolkenvelden en af en toe ook zon. Maar het is stevige zuidwestenwind aan zeewinkel 6 en in het binnenland een winkracht 4 à 5. En die regen begint zich vanmiddag langzaam uit te breiden. Maar in Limburg komt de eerste regen pas vanavond, en daar wordt het nog 18 à 19 graden. De wadden moeten het doen met maximaal van 12 graden. Vanavond trekt het regengebied dus langzaam oostwaarts. En uiteindelijk komen er weer opklaringen vanuit het westen. Temperaturen vanavond 12 tot 16 graden. Morgen krijgen we ander weer. Dan hebben we een uh, buiig weertype. Dat betekent dat er ook felle opklaringen zijn met geregeld zon. Maar dus ook een aantal buien. Kan een stevige bui zitten met een klap onweer. Temperaturen blijven op de meeste plaatsen onder de 15 graden. Dat geldt ook voor de woensdag, en ook woensdag weer buien, afgewisseld met een zonnige periode. Donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog en het kwik gaat omhoog. Vrijdag komen we overal boven de 15 graden uit, en als het mee zit, wordt het plaatselijk zelfs 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.